Dus toen ben ik ondergedoken. Ik woonde bij dominee Dijkstra. En toen gebeurde het gekke dat ik dacht, nou, ik kan nog wel even mijn spullen halen. Een dag later of twee. Er was niks gebeurd. Dus ik ging even naar mevrouw Dijkstra. Ik had ook nog een sleutel. Ik ging naar binnen om mijn spullen te halen. En daar wordt gebeld. En dan heb je een vijfde zintuig. En je denkt, oei! En je kijkt zo uit het raam. En ik zag twee heren in leren jassen. Dus ik dacht, oh. Toen hoorde ik de deur opengaan. En mevrouw Dijkstra zeggen, ja, ze is er. Want je mag toch niet liegen. Nou, toen ik dat hoorde, begreep ik dat ik heel vies in de val zat. En ik rende de trap naar boven, naar de zolder. Oud grachtenhuis, Nassaukade. Daken allemaal zo en allemaal kastjes van dat schuine dak. En ik keek erin en er was een kastje met koffers. Ik de koffers eruit. Ik ging achterin liggen, net in die schuinte. En de koffers er allemaal voor. Kon geen mens zien. En kon geen mens rekenen dat daar nog een mens kon liggen. Dat was, ik ben natuurlijk ook klein, dat was ook mijn geluk. Ik kon daar net, paste daar net. 5 uren hebben ze gezocht en me niet gevonden. 5 uren hoorde ik ze op en af gaan. Oh. En toen gingen ze weg. En ik kwam tevoorschijn. En dominee Dijkstra zei, je moet je direct melden, want ze hebben mijn vrouw meegenomen. Ik zei, nee, uw vrouw komt terug, maar ik niet. Je moet je melden, mijn vrouw. Nee, zei ik. Hij begreep het niet. Hij heeft pas veel later begrepen. En toen was het alweer avond. Dus ik ging weer daar liggen. Ik zei, ik ga niet in een bed, ik ga daar weer liggen. Ik nam alleen mijn kussen mee en een dekentje. En ik nam mijn koffers en ik ging weer liggen. Om 2 uur in de nacht kwamen ze weer kijken of ik nu in mijn bed lag. En dat was niet zo. Toen hebben ze weer 1 uur of 2, 3 door huis gebaggerd. Tot schrik van iedereen. Maar ze hebben me niet gevonden en zijn weggegaan. Ja. Nou. En ik kwam weer tevoorschijn en dominee Dijkstra probeerde nog een keer, maar ik zei nee. En toen heb ik opgebeld en 2 vriendjes kwamen met een fiets. En toen zijn we met z'n drieën gefietst. In de hoop dat ze me niet zouden zien en dat was zo. En dan ben je goed ondergedoken.